Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom bij dit webinar. Het is donderdag 19 september, 10 uur, iets over 10, we zijn altijd net ietsje later. We zien dat er wat mensen langzaam nog binnen druppelen, dus even kijken of we rustig kunnen starten en dan gaan we zo meteen snel starten. Margot en ik zitten er klaar voor. Goedemorgen. Goedemorgen, we hebben de voorbereiding al gehad. We zitten hier met een kopje thee en een kopje koffie om jullie een half uur door het verhaal heen te halen van hoe je je huisstijl kunt borgen. En vandaag hebben we specifiek de aandacht gericht op Word. Ja, welkom in de introductie. Gaan we zo meteen eerst doen. Dan doen we eigenlijk een aantal stapjes. We gaan even naar Office 365 kijken. Kijken hoe we communiceren in huisstijl. Dan hebben we vandaag specifiek even de aandacht aan eFormity. Een tool voor het zorgen van een huisstijl. Het automatiseren van je huisstijl. Maar gewoon neem dan een stukje demonstratie in Word, zodat jullie kunnen zien wat er mogelijk is in Word, hoe makkelijk het werkt en de voordelen ervan kunt ervaren. Uiteraard hoe dan verder en eventueel vragen. We gaan even kijken of we gedurende de sessie kunnen jullie bij de chat een berichtje kwijt. Daar kun je je berichtje sturen. Ik probeer tijdens de sessie te kijken of de vragen binnenkomen. En we proberen die aan het eind te beantwoorden. Mocht dat niet lukken, dan sturen we die nog netjes na. Ja, wat zijn er voor nog meer? Qua huishoudelijke dingen nog. Hij wordt opgenomen. Dus zodra die beschikbaar is, krijg je van ons vanzelf een mailtje van dank voor je deelname. En hier kun je hem nakijken. En alle webinars die JSR verzorgt, die staan binnenkort ook op de website. Dus daar kun je ze ook nog op het gemak een keer nakijken. En voor vragen weet je ons vast wat te vinden. Nou, even een korte introductie, JSR. JSR heeft de werktitel Work Smarter, Keep Control. Dus slimmer werken en toch een stukje van controle, regie houden. En dat doen we eigenlijk altijd binnen het Microsoft-platform Office 365. En er zijn eigenlijk, oh sorry, dat ging iets te snel. Eigenlijk vier punten waar we op bezig zijn. Dat is communiceren en huisstijl. Daar hebben we vandaag het webinar over. Ja, hoe zorg je dat je alles wat je doet binnen Office 365 in huisstijl doet? Nou ja, daar zijn we expert in, daar vertellen we zo meer over. Het andere punt is portfolio management, grip op projecten en capaciteit. PPM vakgebied, hoe zorg je dat goede ideeën komen tot een goede business case, tot goed uitgevoerde projecten en grip op je portfolio. Daar doen we volgende week een webinar over. Microsoft is druk bezig met nieuwe functionaliteiten beschikbaar te stellen. Dus die komt er volgende week aan. Dus wil je meer weten, bezoek even de website of stuur ons straks even een mailtje. Drie is samenwerken aan innovatie. Wat wij zien is dat steeds meer organisaties met de mensen en met de kwaliteiten die ze in huis hebben willen innoveren. De ouderwetse ideeënbox, de brievenbus, ja, die zit wel een beetje dood. Dus we zoeken naar nieuwe manieren om digitaal te innoveren. En daar hebben we een platform en een oplossing voor en een implementatieplan voor om een organisatie te helpen innovatie op te pakken. En de laatste is gewoon, ja, veel organisaties hebben Office 365, maar toch wel uitgerold vanuit een IT-perspectief. Hoe kun je nou mensen helpen om de processen die zij doen, die zij als individu doen, die zij als team doen, hoe je die slimmer kunt ondersteunen met tools? Nou ja, daar zijn we inmiddels druk bezig bij allerlei klanten om ze naast dat Word, Excel, PowerPoint en Outlook, de standaard dingen, hoe kun je nou processen beter ondersteunen met al die tools die Office 365 te bieden heeft. Dus daar laat ik zo meteen ook nog wat van zien. Nou, ik kan heel lang aan het woord blijven. Dan proberen naar de volgende slide. Even voorstellen. Mijn naam is Ruud Pelzer. Ik ben verantwoordelijk voor de sales en marketing binnen JSR. Achtergrond is in de project portfolio management. En wat ik ontzettend leuk vind is bij JSR, is klanten helpen ja, slimmer te werken. En dat zie je eigenlijk met Office 365 steeds meer. Hoe kunnen we nou slimmer werken en slimmer samenwerken? Ja, en daar haal ik de lol uit om te zorgen dat we klanten helpen. En dat die klanten daarmee zo blij en zo tevreden zijn dat ze een referentie voor ons zijn. Ja, dat is wat mijn drijfveer is. Mag ook. Ja, mijn naam is Margot Gorp. Ik ja, werk al ruim 20 jaar bij JSR. Sinds jaar en dag houden we ons al bezig met huisstijl. En een stukje sales aan die pijler hou ik me onder andere mee bezig. En het leuke is om te zien dat de klanten die we eigenlijk al vanaf het begin hebben, we nog steeds mogen helpen bij het doorvoeren van hun huisstijl in alle uitingen die ze hebben.
En door eigenlijk alle nieuwe technieken en mogelijkheden, de komst van Office 365, zie je ook dat die dienstverlening aan de ene kant gewoon blijft en aan de andere kant enorme sprongen heeft gemaakt en mee vernieuwd. En we daarmee klanten dus ook aan ons kunnen blijven binden. En dat vind ik ja, heel leuk om te zien nog steeds. Ja, nou je ziet echt van die wisselwerking, nieuwe klanten die erbij komen, bestaande klanten die al heel lang bij JSR verbonden zijn en die ons uit een ver verleden kennen met de ouderwetse Office, Word, Access applicaties. En nu ook steeds meer klanten zeggen, ja weet je, jullie hebben ons zo goed geholpen, help ons verder. Nou, ja. Dat is een leuke combinatie, nieuwe klanten die Office 365 oppakken en aan de andere kant de bestaande klanten die waar we continu terugkomen om te helpen. Ja, dat is een leuke combinatie, geeft een hoop lol. Zeker. Ja, samenwerken in Office 365, dat is het stukje wat ik even voor mijn rekening neem. Steeds meer organisaties maken die stap. Ja, weet je, een stap vooruit. Ja, een oplossing biedt om creatief te zijn, om echt te ontwikkelen. Ja, gericht op integratie en om beveiliging. Het is echt een platform aan het worden. Microsoft richt zich steeds meer op een platform voor samenwerking, waar je Word en Excel en PowerPoint prima kan gebruiken voor je eigen activiteiten, zie je dat er steeds meer samengewerkt moet worden. Samengewerkt wordt met collega's, samengewerkt moet worden met externe partijen. Dat wil je ondersteunen en dat is wel echt de gedachte van Microsoft. Zorgen dat je een platform hebt waar je op een makkelijke, veilige manier kunt samenwerken en daardoor ja, goed ondersteund wordt en dat, ja, weet je, dat mensen enthousiast worden om het te gebruiken. En dat is denk ik wat JSR graag wil, hoe kunnen we nou zorgen dat we de gebruikers, de medewerkers enthousiast krijgen om dingen te gebruiken. En het topic waar we het hier dan vanmorgen over hebben is het stukje huisstijl. Hoe zorgen we nou dat we ze helpen om die huisstijl als vanzelfsprekend te ervaren en overal toe te passen. Nou, wat je bij onze klanten ziet is dat er echt stappen gemaakt worden om te bewegen naar de cloud. Nou, dat zijn geen kinderachtige stappen. Maar wat je wel ziet is van, we komen weg van de tijd dat we on-premise stonden. Alles stond bij de klant. Het was klassiek. Office, SharePoint. Het waren beveiligde, beschermde omgevingen. Ja, afgeschermd een beetje van de wereld. En hier en daar waren integraties met andere systemen. Je ziet langzamerhand de beweging naar online. Dus klanten maken stapjes. Dat zien we nu ook wel vaak van, er is iets voor document management, een box applicatie. Men gebruikt bijvoorbeeld wat we nu zien is Project Online om een eerste stap te zetten om hun project in de cloud te managen. En dat helpt om in te zien, hey, dat is best handig, is makkelijk. We kunnen makkelijker samenwerken met andere partijen. We kunnen makkelijker thuiswerken. Maar vraagt aan de andere kant ook wel iets vanuit de IT-afdeling van hoe gaan we om. En ook van, ja, van de organisatie zelf, hoe gaan wij om met een modernere manier van samenwerken. En uiteindelijk zie je dat we bewegen naar die moderne werkplek. Dat je op elk device wat je hebt, nou, meestal bring your own device, kan samenwerken op een veilige manier. Dus of je nou achter je telefoon zit of achter je tablet zit of op kantoor zit met je laptop. Dezelfde functionaliteiten zijn beschikbaar, dat is veilig. Ja, dat zijn, en ja, dat helpt gewoon om makkelijk te schakelen en makkelijk samen te werken. En wat Microsoft daarin steeds meer doet, is zorgen dat die producten geïntegreerd zijn. Dus er is een heel pakket aan tools die beschikbaar zijn. En daarmee kun je je werk ondersteunen. Nou, dat samenwerken binnen Office 365, ja, dat is eigenlijk al van origine Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Daarmee communiceer je, daar werk je mee samen. Ja, weet je, al jaren werd een documentje in Outlook gestuurd. Kwam een documentje terug, een revisie, daar zat een track changes op. Je ziet dat Microsoft nu het samenwerken in een document veel makkelijker maakt. Dat je binnen dat document allebei of meerdere mensen kunnen werken. Dat je dat goed inzichtelijk krijgt. Dus samenwerken aan een document is al een stuk ja, vereenvoudigd met Office 365. En daarnaast zien wij nu bij onze klanten de boost ontstaan rond Teams. Om te zorgen dat een team makkelijk kan samenwerken. Dat heeft een plek waar ze hun documenten kwijt kan. Die kunnen gesprekken voeren. Die kunnen een call opzetten. Daar hoeft niet iedereen in dezelfde kamer te zitten. Maar kun je ook vanuit huis inbellen of onderweg inbellen. Zorgen dat het team kan excelleren in een omgeving. En dat helpt gewoon om ja, meer succes te hebben en ook op een prettige manier samen te werken. Want dat betekent ook dat als je een keer wat later bent, dat je vanuit de auto in kan bellen en alvast mee kan doen. Of als het een keer niet uitkomt, vanuit huis kunt werken. Maar dat betekent wel dat je als organisatie daar ook over na moet denken. Hoe ga ik om met die
mobiele workforce. Want we worden mobieler, we zitten niet altijd op de vaste werkplek. Dus dat vraagt nog wat van organisaties. Nou, als je ziet wat Microsoft dan te bieden heeft, en ik ga niet elk icoontje af van wat het is en wat het doet, zie je eigenlijk een heel, ja, bijna een periodiek tabel van wat Microsoft te bieden heeft aan functionaliteiten. En daar is natuurlijk veel gericht op bestanden, documenten, afspraken en manieren van communicatie. En dat, er zit zoveel mogelijkheden in. En wat wij nu wel veel ervaren bij klanten is dat al deze mogelijkheden zijn beschikbaar, worden ook beschikbaar gesteld. En dan gaan de fanatieke mensen gaan daarmee aan de slag. Die omarmen het. De mensen die wat minder fanatiek zijn, die kijken de kat uit de boom. En andere mensen laten vooral het liggen en blijven gewoon traditioneel met hun Word en Excel en PowerPoint en hun mailsystemen gebruiken zoals ze dat al deden voordat ze de cloud in zijn gegaan. En wat we nu zien is dat wij klanten helpen. Hoe maak je nou die transitie van, oké, als je in een document werkt, hoe werk je dan samen? Waar sla je hem op? Is het een document wat je voor jezelf hebt, dus laten we zeggen waar je nog even zelf aan werkt voordat je het deelt, of is het een document waar je in een team mee wilt delen? Er is veel mogelijk en de uitdaging is zorg dat je het zo simpel mogelijk houdt van oké, in deze rol, in deze persona binnen een organisatie, doe je deze processen en kunnen we die op deze manier ondersteunen. Klanten hebben gewoon ondersteuning nodig bij, of gebruikers hebben ondersteuning nodig bij het gebruik van deze tools. En daar helpen we ze bij met filmpjes. En wat je ziet is, veel is dus communicatie, bestanden, presentaties. Ja, en dat wil je allemaal graag in huisstijl. Nou, daar is eigenlijk het verhaal van Mago op gericht. Hoe kun je nou zorgen dat die huisstijl, hoe je die op een juiste manier borgt? Ja, nou, dankjewel voor de intro, Ruud. Ja. Nou, zoals het staat, JSR en huisstijl zijn al jaren een match. En wat ik ook vertelde bij mij bij de introductie van mezelf. 20 jaar geleden hadden we al klanten zoals de Volksbank, een Evides, de SNS. Grote klanten die we mochten ondersteunen bij hun huisstijldoorvoering. En wat eigenlijk heel belangrijk is voor een organisatie, dat iedereen zich ook echt realiseert dat je huisstijl eigenlijk vaak je eerste visitekaartje is. Een mailtje wat je de deur uitstuurt met een handtekening die netjes in huisstijl staat. Maar ook natuurlijk een briefje wat je vroeger typte. Of mailde natuurlijk. Of een presentatie die je maakte. Het is gewoon het eerste wat een mogelijke klant van je ziet. En het is gewoon heel belangrijk dat dat er netjes uitziet. Op een uniforme wijze. En dat de mensen eigenlijk gewoon allemaal netjes in huisstijl werken. Nou, om dat hele proces van de huisstijl naar automatisering in kaart te brengen, hebben wij eigenlijk vier stappen gedefinieerd. Als eerste uiteraard is gewoon dat er een huisstijl ontwikkeld moet worden. Eigenlijk je corporate identity, met een duur woord. Ja. Nou, denk daarbij aan een mooi logo, maar ook de kleuren die je gebruikt, de opmaakelementen, het lettertype. Eigenlijk alles wat je graag consistent gebruikt wil hebben, moet bepaald worden. Nou, voor de ontwikkeling van je huisstijl hebben grotere organisaties vaak designbureaus waar ze het aan uitbesteden. Voor kleinere organisaties kan JSR daar ook in ondersteunen. Als dan die ontwikkeling eigenlijk gedaan is, is het ook belangrijk om het vast te leggen. Dat noemen we een stijlgids. Daarin documenteer je eigenlijk alle afspraken die gehandhaafd moeten worden bij het gebruik van de huisstijl. Nou, op die manier is het ook voor iedereen heel duidelijk en is het niet zo dat de ene week dit lettertype gebruikt wordt en iemand anders gebruikt een ander lettertype, waarbij de andere medewerkers weer denken, ja, maar wat is nou het juiste lettertype? Alles vastleggen is het meest duidelijk voor iedereen. De derde stap is het maken van schablonen. Dat kan in Word, PowerPoint, Excel. En die schablonen geven eigenlijk, die waarborgen de opmaak van de huisstijl die bepaald is. En dat kan dus gewoon met losse schablonen. Maar de vierde stap is het eigenlijk het automatiseren. Waarin je ervoor zorgt dat alle schablonen overal en altijd beschikbaar zijn. Dus ook weer op elke device wat iemand gebruikt. Ja. Maar ook als iemand thuis werkt of als iemand op kantoor werkt of waar dan ook. En door middel van het gebruik maken van bijvoorbeeld standaard tekstblokken. Of goedgekeurde afbeeldingen die gebruikt moeten worden. Kun je die vaak opslaan in een bibliotheek binnen een tooling om te automatiseren. En op die wijze kan iedereen eigenlijk gebruik maken van alle elementen in bepaalde uitingen.
Nou, als je werkt met geautomatiseerde huisstijltool, kun je ook vaak koppelen aan bijvoorbeeld CRM-systemen, waardoor een gebruiker die een offerte wil maken, gewoon direct adresgegevens kan ophalen uit een bestand zonder ze te hoeven typen. Dus op die manier krijg je eigenlijk steeds makkelijker gebruik van je hele automatisering, door de automatisering van al je schablonen. En ook het opslaan van de gemaakte documenten kun je centraal regelen. Ja, ik kan me daar zelf ook wel wat bij voorstellen. Ik ben 2,5 jaar geleden begonnen bij JZF. En toen werd mij uitgelegd hoe we een offerte maakten. Daarvoor was ik vaak gewend een offerte te pakken, een oude offerte te pakken. En dan gebeurde het wel eens dat het logo was aangepast of dat ik nieuwe teksten ging gebruiken terwijl de standaard teksten waren. En inmiddels ben ik gewend aan de nieuwe manier van werken en dan zie je gewoon dat je mensen het makkelijker moet maken. En ik denk dat ja, dat de stap is die we hier vaak zien. Dus als je het makkelijker maakt, dan gaan mensen het vanzelf gebruiken. Van, ik merk nu, ben ik bij een klant geweest, sla ik de klant op in het CRM, Dynamics. Vervolgens moet er een offerte uit. Start daar een schabloon op, dat wordt automatisch gevuld met de gegevens die in het CRM-systeem zitten. De offerte bestaat veel uit een aantal standaard blokken van wie is JSR, wat doen we. Ja. Zelfs een plan van aanpak kan er al in zitten. En daarna kan ik de specificering van de klant erin zetten, van wat wou die klant nou specifiek. In het beginsel is dat even schakelen, maar dan zie je heel snel dat het je als persoon voordelen oplevert. En dan denk je, ja, wacht even, dit is handig. En wat je ziet is dat we daar nou stapjes doorontwikkelen van wat kan nog meer. Ja, dat is, ja, weet je, je moet het zelf ervaren om te zien dat het toegevoegde waarde heeft en dat je het omarmt. Ja, en doordat jij een offerte netjes aanmaakt in je CRM-systeem en wordt het ook daar opgeslagen. Dus als een collega of een consultant die inhoudelijk het werk moet verrichten, wil teruglezen wat jij hebt beloofd aan de klant. Ja. Ja, hoeft hij niet te zoeken naar documenten, hoeft jou geen mailtje te sturen van, goh, wat zijn de afspraken. Alles is voor iedereen goed bereikbaar. Ja. Zijn zeker de voordelen om een stukje automatisering toe te passen. Nou, ik heb eventjes voorbeelden om te laten zien wat we in die vier stappen doen. Ontwikkeling, zoals ik al aangaf, we kunnen bedrijven helpen met het bedenken of maken van huisstijl. De BPUG is een organisatie die een eigen huisstijl had, maar graag een vernieuwing, een verfrissing wilde toepassen. Links kun je zien wat het oude logo was en in het midden is eigenlijk het logo wat wij gemaakt hebben voor ze. En wat dan voor ons heel belangrijk is, is dat we altijd in gesprek gaan met de klant. Puur alleen maar een logo maken waar de naam van een bedrijf in staat is één. Maar het is gewoon voor ons heel belangrijk om heel goed na te denken, te horen van de klant wat een logo moet uitstralen of wat een logo moet weergeven. Ja. En daar het sparren en het stukje advies in kunnen geven van waarom gebruiken we welke manieren van, zoals je hier de B en de P in elkaar koppelt. Wat is daar een achterliggende gedachte? En op die manier merk je dat aan de ene kant een klant weer heel erg bezig is gewoon met wat willen we nou ook eigenlijk uitstralen? Wat is voor ons belangrijk? Ja. En op die manier komt er ook een logo waar een klant weer het ook heel leuk vindt om daarover te praten of uit te leggen van, goh, kijk eens, we hebben een nieuw logo, dit zijn de gedachten erachter. En als je het dan kan doorvoeren van visitekaartje, mocht je dat nog gebruiken, tot e-mailhandtekening, tot offerte en brief, en het overal uniform is, dan zie je gewoon overal blije gebruikers. En dat is de doelstelling uiteraard. Ja. Nou, daarnaast even een voorbeeldje van een stijlgids. Hierin kun je dus zien dat de logo's die binnen JSR gebruikt mogen worden zijn bepaald. Afhankelijk van waar je hem wil gebruiken, weet je welk logo je kan kiezen. De afmetingen, de kleuren staan bepaald. Dus iedereen kan gewoon terugvallen op een stijlgids om te kijken wat de afspraken zijn. Ja, en dan blijft het altijd, dat kan me wel voorstellen, als je alleen een stijlgids hebt, dan heb je voor de gebruiker nog niet in Word dingen geregeld. Nee. Weet je, het staat beschreven in een documentje wat je kunt bekijken, maar het gemak zit er nog niet in. Maar het ligt wel vast. Het ligt in ieder geval vast. En voor degene die vervolgens bijvoorbeeld schablonen bouwt of een PowerPoint-presentatie, maar ook eens een keertje heel iets anders wil doen, kun je gewoon terugvallen op de afspraken die gemaakt zijn. Ja. Dus het is gewoon meer een centrale plek waarin je alles kan terugvinden. Okay. Het gebruik inderdaad voor de of tenminste het gemak voor de gebruikers, dat vind je terug in de schablonen. Op het moment dat er een schabloon gemaakt wordt, en hier zie je voorbeelden van Word en eentje van een PowerPoint-presentatie, hoeft een gebruiker zich eigenlijk niet druk te maken van, wat moet ik ook weer instellen? En hoe ga ik inspringen? Hoe ga ik kopjes gebruiken?
Staat de colofon op de juiste plaats? Maar ook heel belangrijk zijn juridische disclaimers gebruikt, bijvoorbeeld in de Outlook-handtekening. Alles qua opmaak en qua huisstijl, qua afspraken kunnen we waarborgen in de schablonen die we beschikbaar stellen aan de gebruiker. Ja. En dat is een groot gebruikersgemak. Oké. Nou, tenslotte automatisering. Dat is natuurlijk toch waar het om draait. Hierin zie je drie stappen, drie mogelijkheden. Doctrine 65 is eigenlijk de maatwerkoplossing van JSR zelf, waar we ruim 20 jaar geleden mee zijn begonnen. Een Word add-in, waarin je heel simpel een paar gebruikersvariabelen vastlegt en daarna schablonen kunt maken met dus puur waarborgen van de juiste huisstijl. Deze oplossing is, 20 jaar geleden hadden we de cloud nog niet, dus gewoon gemaakt natuurlijk vanuit een on-premise gedachte. Groot aantal van onze klanten werken daar nog steeds mee. En zolang ze dus ook niet overstappen naar de cloud, kunnen ze daar ook nog prima mee blijven werken. We hebben wel gemeend met al die nieuwe mogelijkheden en al de nieuwe functionaliteiten, de technieken die erachter zitten in de overstap naar de cloud, hebben wij besloten als JSR zijnde, die technieken, daar gaan we ons niet zelf helemaal in verdiepen en de mogelijkheden weer uitbouwen, want dat is gewoon een enorme inspanning. Op dat moment hebben we bedacht, we gaan eens kijken wat er op de markt beschikbaar is, waar wij mee zouden willen partneren om toch die functionaliteiten ook als klanten volledig in de cloud werken, we de huisstijl kunnen blijven waarborgen. Nou, twee voorbeelden, Templify en Eformity. In het vorige webinar heb ik al een klein stukje laten zien van Templify. Dat is een hele mooie cloud-based omgeving, maar met name geschikt voor grote internationale organisaties. Dus echt met vestigingen in diverse landen. Op een prima manier hun hele huisstijl kunnen automatiseren. En Eformity, waar ik straks graag iets van gaan laten zien, richt zich ook iets meer op de wat kleinere, middenklein bedrijven. Maar qua mogelijkheden in de automatisering eigenlijk best soortgelijk. Ja. Dit zijn dus gewoon mogelijkheden waar wij onze klanten mee van dienst kunnen zijn. Waarom hebben wij gekozen voor meerdere oplossingen? Dat is eigenlijk omdat ook hier vinden wij weer het belangrijkste om in gesprek te gaan met onze klanten. Te kijken wat ze hebben, maar met name te kijken wat de wensen zijn, waar ze naartoe willen, op welke applicaties de nadruk bijvoorbeeld ligt in het gebruik. En omdat we dan meerdere mogelijkheden in onze rugzak hebben, kunnen we gewoon heel gericht op de wensen van de klant gaan kijken naar de beste oplossing. En dat kan dus de ene keer Templify zijn, het kan de Eformity zijn, maar dat kan ook nog steeds onze maatwerk Doctrine 65 zijn, omdat we op dat moment de klant met een vrij eenvoudige tooling het beste kunnen helpen. Ja. Dus op die manier is gewoon, nogmaals voor ons eigenlijk dat advies en de oplossing op maat gewoon heel belangrijk. Oké. Als we dan heel eventjes kijken naar de oplossing, of eigenlijk het probleem wat we oplossen door de huisstijl te automatiseren, dan kunnen we dat als volgt weergeven. Aan de linkerkant, grip op vorm en inhoud, dat is eigenlijk vaak van toepassing bij afdelingen zoals marketing, die in allerlei uitingen die zij doen, de huisstijl heel goed waarborgen. Maar daar waar je eigenlijk aan de rechterkant gebruikers hebt in een organisatie, zeker bij grote ondernemingen waar het misschien wel over honderden of duizenden mensen gaat, die zie je vaak nog op hun eigen manier de presentaties maken, wat Ruud al zegt. Vaak heb je een bestaande presentatie die je opslaan als en dan weer aanpast. Met natuurlijk het gevaar dat je dingen vergeet aan te passen, maar ook dat je oude logo's gebruikt, dat je niet de meest up-to-date huisstijl elementen gebruikt in je presentatie. En daar zit eigenlijk het grote gevaar van geen grip hebben op de communicatie in een organisatie. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die minder met de communicatie bezig zijn. Dus zeker. De andere afdeling is gewoon gespecialiseerd in, we moeten die uitingen naar de buitenwereld goed doen en die moeten herkenbaar zijn. Terwijl de interne organisatie is, ik moet mijn werk doen en ik moet een mailtje sturen of ik moet een documentje delen. Daar zit verschil in van hoe ze naar de wereld kijken en hoe ze daarbij ondersteund worden.
Ja, en het belang wat zij zelf op dat moment misschien niet zien in een mailtje wat ze sturen, wat er niet goed uitgaat. Voor een gebruiker die kan dan denken, ja, het gaat mij even om de boodschap. Maar voor de organisatie is het gewoon heel belangrijk dat die eerste indruk wellicht gewoon de goede is en ook netjes in huisstijl staat. Dus die gebruikers die eigenlijk zich wellicht niet helemaal hielden aan de juiste huisstijlelementen, wat zet je op het spel? Nou, heel belangrijk weer die devaluatie van je merk. Een merk wordt vertegenwoordigd eigenlijk in de uitingen die je doet. Er is vaak goed over nagedacht. Er is bewust gekozen voor bepaalde kleuren, voor bepaalde elementen. En op het moment dat dat niet continu gehandhaafd blijft, krijg je devaluatie. Vaak is het zo dat bij bepaalde kleuren mensen om je heen al denken aan een bepaald merk. Nou, dat is heel sterk. Dus als je jouw logo hebt opgebouwd uit bepaalde kleuren en mensen om je heen zien die bepaalde kleuren en denken dan aan jou, nou, dan zie je dat dat de kracht is van het gebruik van een uniforme huisstijl die heel consistent gebruikt wordt. Doe je dat dus niet en gebruiken medewerkers allemaal op hun eigen manieren van een mailtje tot een Word document, hoe zij dat wensen, nou, dan houdt dat geen stand. Juridische risico's heb je natuurlijk ook als je te maken hebt met disclaimers of met elementen die gebruikt moeten worden in bepaalde documenten. Is het gewoon heel belangrijk dat een gebruiker daar niet over na hoeft te denken, maar als die kiest voor een offerte of als die kiest voor een handtekening, dan weet hij dat hij zich daar niet mee bezig hoeft te houden en dat ervoor gezorgd is dat eigenlijk alle risico's gedekt zijn. Verlies van productiviteit is uiteraard echt voor de medewerkers binnen een organisatie. Als ze moeten zoeken naar afbeeldingen die ze mogen gebruiken of als ze moeten zoeken naar het lettertype wat op dit moment gebruikt wordt door een organisatie, werkt het irritatie en daardoor natuurlijk ook gewoon kost het veel meer tijd voor iemand om iets gerealiseerd te krijgen. Ja. En hoe beter je je schablonen aanbiedt, hoe gebruikersvriendelijker het is, hoe met meer plezier de medewerkers het zullen gaan gebruiken. En ook daar dus eigenlijk echt ook de toegevoegde waarde van gaan inzien. Ja, nou ja, dat een mooi voorbeeld. Gisteren waren we bij een klant en die is dan met Project Online druk bezig om grip te krijgen op de projecten. Binnen projecten worden voortgangsrapportages gedaan en worden projectplannen opgesteld. We gebruiken een tool om een planning te maken, om issues en risico's vast te leggen. Dan zou het natuurlijk mooi zijn als je dat gewoon vrij simpel naar een voortgangsrapportage of een dashboard kan brengen. Zonder dat je iedere keer over de opmaak hoeft druk te maken. Gewoon met een druk op de knop naar het juiste schabloon kan schieten. Ja, zeker. Of dat nou Power BI is of hier Word of Excel. Dan merk je gewoon dat klanten enthousiast worden. En voor de gebruiker betekent het weer van oké, ik hoef daar niet 20 minuten aan te besteden. Druk op de knop, het staat erin. Dus ik kan naar de inhoud van het rapport kijken of het dashboard. In plaats van ziet het er netjes uit. Dus daar worden mensen ook dan wel echt vrolijk van. Ja, zeker. Nou, dan pakken we heel eventjes eigenlijk het plaatje terug wat Ruud eerder heeft laten zien. Dat samenwerken binnen Office 365. Als we daar dan de automatisering, dus een tooling aan toevoegen, dan zie je ook gewoon dat er eigenlijk een cirkel ontstaat. Waarbij in alle applicaties, of dat nou de ouderwetse manier van Word, Excel, PowerPoint, of gewoon het werken binnen Teams met Planner, binnen de Project Online omgeving, met bepaalde rapportages die je nodig hebt. Wat je ook gebruikt, als dat allemaal netjes wordt aangeboden in huisstijl, in de keurige documenten, in schablonen, waarbij een gebruiker daar dus geen tijd en aandacht aan hoeft te besteden, dan zie je dat je een heel mooi cirkeltje rond hebt door het gebruik van alle goede elementen en mooie uitingen die er komen. Ja. Ja. En dat is echt het gebruikersgemak wat je gewoon... Je moet het zien als voordeel en niet als belasting. En dat merken we wel van, ik kan me herinneren bij klanten, op SharePoint staan misschien wel schablonen, maar als ze je nou aangeboden worden in Word op SharePoint, dat je ze dan veel makkelijker gaat gebruiken. Gewoon, ik start meteen met een juist schabloon. Met een juist schabloon. Ik moet hem opzoeken en ik moet hem gebruiken. Dus er zijn zoveel winsten te halen. Ja, ja, oké. Dat is zeker. Eformity, zoals al gezegd, wil ik dit keer eventjes iets gaan laten zien van het gebruik van de tooling Eformity en dan met name in Word. Eformity is zoals het al staat, volledig merkbeheer en maximale productiviteit in alle zakelijke documenten, maar ook je presentaties en e-mails. Nou, presentaties en e-mails ga ik in een andere webinar toelichten, dus dat laat ik je straks nog eventjes zien wanneer die zijn, mocht je daar specifiek interesse in hebben. En dit keer laat ik graag eventjes zien hoe je werkt binnen Word-schablonen. Oké.
Heel eventjes over eFormity. Ik zal niet alle teksten gaan voorlezen, Nee, want dat, nee. dat kan Presentatie iedereen wordt prima zelf. nagezonden. En de presentatie wordt gestuurd. Maar op alle vlakken is gewoon uiteraard nagedacht hoe daarmee om te gaan. Het integreert en het zorgt dat je de opslag geregeld hebt. Je kunt koppelen aan andere systemen. Je kunt heel flexibel meertalig werken. In heel veel talen, ik geloof dat er wel 20 ondersteund worden standaard in de applicatie. Dus geeft echt enorm veel gebruikersgemak en voordelen voor beheer. Omdat alles eigenlijk maar op één centrale plek vastgelegd is. Dus ook maar onderhouden hoeft te worden. En automatisch gepusht weer wordt naar elke gebruiker die nieuwe documenten opstart. Dus op die manier hele effectieve communicatie en altijd in de juiste huisstijl. Ja, en wat ik wel merk, het opslaan gaat als vanzelf. Dus op het moment dat je op document vanuit CRM aanmaakt, op de juiste plek terugstaat. Ja. Ik ben nogal chaotisch met werken en dan merk je wel dat het handig is dat het document gewoon netjes opgeslagen wordt bij de klant of bij het project. Ja, weet je, dat soort slimme dingen maken het voor, nou ja, vanuit mijn perspectief ontzettend makkelijk. Want mijn collega's kunnen het ook terugvinden op de plek waar het staat. En het staat niet op mijn systeem. Het staat gewoon ergens netjes in de cloud bij de klant of bij het juiste projecten. Ja, dus ook als iemand onverwijld ziek wordt of lekker op vakantie is, hoeven de collega's niet alsnog contact op te gaan nemen. Maar ze kunnen gewoon juist de juiste spullen vinden op de juiste plek. Oké. Een kleine korte demonstratie van een aantal mogelijkheden in eFormity. Ja. Even schakelen. Even schakelen naar Word. Als het goed is, zien jullie nu Word. Ondertussen check ik dat op mijn scherm en zie ik dat het ook zo is. Ja. Dus Margo, let's go met de demo. Ja, dit is een zeer beperkte demo-omgeving die we opgetuigd hebben om een aantal schablonen te kunnen laten zien. Zoals jullie kunnen zien, zie je linksbovenin in het lint een extra knopje eFormity. En als gebruiker, als je Word opent, dan is dit eigenlijk alles wat je nodig hebt. eFormity kent een hele beheersomgeving waar je als gebruiker geen last van hebt. Mm-hmm. Daarin wordt eigenlijk alles geregeld op rechtenniveau, op gebruik van welke documenten, maar ook het toevoegen van documenten, het maken van nieuwe schablonen. En op die manier heb je daar als gebruiker gelukkig geen last van, zodat afhankelijk van wie je bent, je ook je juiste documenten ter beschikking hebt. Hier heb ik gewoon een drietal documenten die aan mijn profiel zijn gekoppeld. Ik sta nu in de rol van sales. Op het moment dat ik bijvoorbeeld in een rol van HR zit, dan zal ik aan deze side panel aan de zijkant andere documenten zien. Ja, en, contracten bijvoorbeeld. Een arbeidsovereenkomst, ja. een leaseovereenkomst. Oh ja. Afhankelijk gewoon van wat er voor welke afdeling nodig is, zie je die als gebruiker. En dat is, werkt gewoon heel prettig. Je houdt het vrij schoon en je houdt het gewoon gebruikergericht. Ja, en wat je ziet is je start op in Word, want je gaat een brief typen. En je begint in Word met de schablonen die je beschikbaar hebt. Dus je hoeft niet te zoeken, vanaf hier meteen starten. Nee. Oké. Okay. Ik heb hem nu gewoon op Nederlands staan. Dat zie je hier. Ja. Ik zal hem heel even openklikken, want de documenttaal kun je dus eenvoudig wijzigen. Ik zal dadelijk ook een voorbeeldje geven naar bijvoorbeeld Engels. Hier kan de organisatie eigenlijk alle talen toevoegen die nodig zijn om te communiceren. Okay. Hoeft dus ook niet meer dan nodig, waardoor je gewoon het overzichtelijk houdt en schoon. Dus ik heb hem nu gewoon in het Nederlands staan. Hij denkt het even bij te moeten werken, maar dat is niet nodig. En als ik dan begin gewoon met een eenvoudige brief, dan werkt eFormity met pop-up schermen. Deze zijn allemaal te maken eigenlijk door een beheerder naar wens. Hier zien we bijvoorbeeld een koppeling met een adressenbestand. Dit werkt even op een hele eenvoudige database koppeling. Maar er zijn gewoon op OData op verschillende manieren te koppelen met bijvoorbeeld een CRM systeem van Microsoft of Salesforce of wat dan ook. Voor deze demo hebben we dit eventjes heel eenvoudig gehouden. Door een adres toe te voegen, standaard de datum staat op vandaag, maar die kun je uiteraard aanpassen met een datumpicker. Ja. Wij hebben ervoor gekozen dat er een gebruiker kan kiezen van wil ik een vrij formele of een informele brief.
Door beste te klikken wordt die uiteraard wat informeler. Dit wordt een heel veel simpel een testbriefje. En de afsluitregel kan ik ook zelf kiezen. De velden die je hier weergeeft, die kunnen gewoon per organisatie bepaald worden. Dus als er meer of minder variabelen bij de eerste invoer aangegeven worden, dan is dat allemaal te realiseren. Ja, precies. Er zit heel veel flexibiliteit in deze. Heel veel flexibiliteit. Eigenlijk kun je het helemaal opbouwen naar maat. Okay. Dit is een vrij eenvoudige brief. Op het moment dat ik nu oké druk, dan zul je zien dat mijn brief wordt samengesteld. Wij hebben ervoor gekozen dat er bijvoorbeeld ook een handtekening direct onder een brief geplaatst wordt. Nou, ook dat zijn weer gewoon variabelen die je als organisatie kan kiezen. Hier zie je nu netjes het adres terug, de datum die ik had, mijn onderwerp was test en ik kan beginnen met mijn brief typen. Om heel eventjes te laten zien hoe flexibel eForMity is in het opbouw. Als ik zeg van ja, weet je, ik ben misschien een beetje te informeel. Misschien is dat niet zo netjes naar deze klant. De variabelen die je hier hebt opgegeven bij het bouwen van de schablonen, kun je ook te wijzigen eigenlijk zetten. Dus als ik zeg van nou, ik moet het toch iets formeler gaan doen. Ik maak er geachte en hoogachtend van. Werk ik hem gewoon bij en dan zul je zien dat het schabloon per direct wordt aangepast naar de nieuwe variabelen. Ja. Nou, door het gebruik van tekstblokken maak je het ook voor gebruikers heel makkelijk, omdat ze niet zelf alle standaard tekstblokken hoeven te typen, maar gewoon kunnen invoegen in brieven die van toepassing zijn. We hebben hier maar een paar voorbeelden, maar stel je voor dat ik een klant wil informeren over de manier waarop wij met overuren of annulering omgaan. Is de kwestie van dubbelklikken en het tekstblok wordt gewoon toegevoegd in de brief. Ja. Je kunt je voorstellen dat je hier ook weer afhankelijk van het schabloon wat je gebruikt, ook weer de juiste tekstblokken ter beschikking stelt. Zodat je als je een offerte maakt, dit zijn meer tekstblokken inderdaad die thuis horen bij een offerte, een annulering of leveringsvoorwaarde. Ja. Dat je die beschikbaar hebt en maak ik bijvoorbeeld een heel ander soort contract, kan ik ook weer ervoor kiezen dat andere bouwblokken tot mijn beschikking zijn. Zodat je niet alle tekstblokken van een organisatie in je sitepane ziet, maar dat je echt alleen maar die tekstblokken ziet die van toepassing bij die zijn. Rol. Precies. Ja. Nou, om nog heel eventjes een voorbeeldje te geven, buiten standaard tekstblokken kan ik ook afbeeldingen toevoegen. Dat zul je misschien niet direct doen in een brief, maar wel weer in een offerte of wat dan ook. Maar het werkt eigenlijk op dezelfde manier. Het is gewoon een kwestie van toevoegen. Ja. En het plaatje komt te staan daar waar je met je cursor staat. Ja, dus je zorgt ook nog dat de plaatjes die ze kunnen gebruiken, die gebruikers kunnen gebruiken, in een centrale bibliotheek beschikbaar staan. Juist, en vaak zal dan de afdeling marketing bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de afbeeldingen die er komen te staan. En weet je ook dat als je een afbeelding kiest wat hier beschikbaar is, dat dat altijd een goedgekeurde afbeelding is. Oké. Ik wil heel eventjes laten zien dat je als gebruiker kun je dus ook het taaldocument instellen naar Engels. Stel je voor dat je een Engelse brief moet maken. Op het moment dat ik dus nu kies voor diezelfde brief, en ik zal even een andere organisatie kiezen, zul je zien dat de variabelen die ik nu ga kiezen, die dus in je brief staan, gelijk in het Engels beschikbaar zijn. Dus ik kan nu kiezen voor Dear Mr. Jansen, nog steeds even een testbriefje, en ik kan Kind Regard kiezen. Door te kiezen aan deze kant voor betaal, verander ik eigenlijk alleen maar mijn document, dus de brief die gegenereerd wordt. Bij mijn instellingen van mijn profiel, dat zal ik dadelijk even laten zien, kan ik ook voor kiezen dat al mijn labels vertaald worden naar het Engels. Dus als je een Engelstalige gebruiker hebt, kan die er ook voor kiezen om al deze labels in het Engels te zetten. Ja. Maar ik ben Nederlands, dus ik wil gewoon mijn labels in het Nederlands houden, maar ik moet naar een Engelse klant gaan communiceren, vind ik het wel prettig uiteraard als mijn schabloon opgebouwd wordt in het Engels. Dus als ik nu weer voor maken kies, dan zul je zien dat ook hier, het Kamer van Koophandel, mijn BTW, al die de documentvariabelen zijn netjes vertaald naar het Engels. Nou, dat werkt dus naar iedere taal. Zoals jullie hier kunnen zien is ook uiteraard mijn functie. Alles wordt gewoon netjes mee veranderd. Zou ik ook willen dat mijn
dialoogvensters. Oh, sorry, Dat ik ging iets ging te snel. iets te snel. Mijn dialogen vertaald worden, kan ik dat hier op Engels zetten. En dan worden dus ook al mijn labels weer gegeven. Ja, precies. Dus die zijn gescheiden van elkaar. Hè? Zijn gescheiden van elkaar. En nogmaals, dat is dus echt zo, zoals ik nu als Nederlandse medewerkster even in het Engels wil communiceren, maak ik daar gebruik van. Maar ik hoef niet gelijk te kijken naar allemaal Engelse labels, nee. Want dat is voor mij niet van okay. toepassing. Ja. Dus dat is gewoon heel erg flexibel. Laat ik ook graag eventjes een ander schabloon zien. Want je hebt natuurlijk, je maakt tegenwoordig niet vaak meer gebruik van hele lege brieven. Maar brieven die of templates die vaak op dezelfde manier de deur uitgaan, ja. kun je al helemaal voordefiniëren. Dus als ik nou kijk, ik wil een opdrachtbevestiging sturen naar een klant van me. Dan ga ik hier weer kiezen voor het bedrijf aan wie ik hem. Oh, sorry, ik heb hem nog in het Engels staan. Ik ga dat heel even annuleren. Ik zet hem hier weer terug in het Nederlands. Ik ga een opdrachtbevestiging maken, maar het werkt allemaal heel snel en prettig mee. Dus wat dat betreft. Opdracht. En ik kies weer voor de afsluiting. Ik heb nu dus een extra tab beschikbaar, omdat dit een template is waarbij ik graag met zo'n pop-up scherm ja. de gebruiker okay. de variabelen wil laten invoeren. Dus ja, ik zag net, ging je daarna voltooien met de brief gegenereerd ja. en nu loop je nog door een aanvullend extra scherm. Venster. Ja, en okay. het aantal vensters of nogmaals ook weer die hele indeling en de variabelen die je de gebruiker mee wil geven zijn allemaal naar maat ja, precies, die kunnen we samen met de klant inrichten. Ja, kunnen we inrichten. Dus stel je voor dat ik nu een opdrachtbevestiging wil gaan sturen. Betreffende een opleiding, daar moet natuurlijk wat meer tekst worden als ja. ik hem echt ga sturen. De opleiding gaat plaatsvinden bij JSR op locatie. De consultant die les gaat geven, je kan alles eventjes neerzetten. En we geven les tegen 100 euro per uur. Zomaar even ja, wat variabelen uiteraard. Dit kunnen ook pull-down minuutjes zijn ja, hoor, met kan, de consultants van ons. Precies, daar kan je gewoon een drop-down boxje naast van maken. En zodat de juiste consultant wordt gekozen. Uurtarief kan een dagtarief zijn. Je kunt toevoegen dat er nog reiskosten of boeken, bijkomende kosten. Alles wat je extra wil, kun je eigenlijk regels in laten toevoegen. Okay. Zodat dat gebruikt wordt. Op het moment dat ik nu dan op voltooien klik, zul je zien dat de template netjes geladen wordt met de variabelen die ik hier bepaald heb. Ja. En heb je min of meer een complete template die je daarna eigenlijk gelijk kan versturen. Ja, hij is even aan het nadenken. Hij is even aan het nadenken. Het is altijd weer de spanning van een live demo ja. van wat gebeurt er op de achtergrond. Maar hij doet het netjes. Ja, hij doet het. Hier zie je dan eigenlijk de template die er gemaakt is met de werkzaamheden. Eigenlijk alle variabelen die ik net heb ingegeven staan nu netjes in het tabelletje in de opmaak van onze huisstijl. Ik heb altijd natuurlijk nog de mogelijkheid om hier tekst aan toe te voegen of om nog meer tekstblokken toe te voegen. Maar als je je template compleet maakt hoe je hem wil versturen naar de klant, hoef je eigenlijk verder niets meer te doen en kun je direct via bestand delen ja. als PDF verzenden. Ja. En deze opdrachtbevestiging wordt netjes opgeslagen bij de klant. Dus dat is ja, heel gebruikersvriendelijk en enorm prettig voor een gebruiker om dat zo te doen. Dan wil ik graag nog eentje extra laten zien. En dat is bijvoorbeeld een offerte om een voorbeeld te geven van een nog uitgebreider document. Nou, laten we eens project als titel doen en als ondertiteling project online. Ook deze is weer helemaal in te vullen, uiteraard met de variabelen die je de gebruiker wil meegeven voor het opmaken van het document. En hierbij zie je nu dat er een document in onze huisstijl is gegenereerd, ja. compleet met alle afbeeldingen. Zoals wij onze offerte de deur uit doen. Ja. Je ziet de project en project online. Dat zijn de namen die ik heb ingegeven. De datum stond op vandaag. En ik krijg nu netjes mijn offerte te zien. Ja. We hebben er hiervoor gekozen om de invoervelden niet als een pop-up scherm te laten invullen. Maar ja. dat kan natuurlijk uiteraard. Je kan gewoon zeggen de opdrachtgegevens worden ingevuld. Mijn gegevens staan standaard gekoppeld aan mijn profiel. Dus die worden netjes meegeladen. En voor de rest ben je nu vrij om de hele offerte qua tekst in te vullen.
Ook hierbij kun je er weer voor kiezen als je de template maakt, dat alle tekstblokken die er standaard in horen te zitten, al gewoon standaard mee gegenereerd te worden. Dus denk aan annuleringsvoorwaarden of hoe ga je om met overuren, hoe zit het met je betalingsregeling. Als je zegt dat is bij ons uniform en altijd hetzelfde, dan zorg je gewoon dat die in de template al opgeslagen is, zodat een gebruiker die niet eens als tekstblok hoeft toe te Ja, voegen. volgens mij zie ik dat bij een aantal klanten, dat die echt bijna gewoon de offerte is allemaal losse elementen. Het zijn producten of diensten. En die worden als het ware gewoon benoemd in de offerte al van oké, dit is een offerte voor deze dienst. En er rolt al een heel schabloon uit, waar eigenlijk alleen nog maar de prijsonderhandeling gedaan moet worden. En misschien een stukje aanleiding en wie de klant is. Ja, dat helpt om een uniforme uitstraling ook in je offerte te hebben van oké, dit is de club die we zijn, dit hebben we te bieden. En dit zijn de kosten die daarmee gemoeid zijn. Dus ja. Precies, je kunt eigenlijk een hele boomstructuur, noem ik het maar, binnen je documenten maken. Waarbij je op het moment dat je kiest, bijvoorbeeld voor offerte, dat je nog een vervolgvraag krijgt voor welke dienst bijvoorbeeld een Ja. offerte is. Waardoor de offertes die voor opleidingen, die hebben wellicht andere tekstblokken, maar die kun je dus dan standaard erin zetten. Dan bijvoorbeeld de verkoop van een consultant voor een detacheringsopdracht. Dus op die manier kun je. Helaas werkt Uniformity heel eventjes niet met me mee. We zitten in de ruimte waar we zitten met een wifi-verbinding die niet altijd even consequent sterk is. Maar op deze manier kun je een boomstructuur maken dat als ik kies voor een offerte, Ja. je bijvoorbeeld een volgende vraag krijgt voor welke dienst is de offerte. En nou, hoe verder je die maakt, hoe meer specifiek je de template al kunt samenstellen voor de dienst. Waarbij je dan inderdaad alleen nog maar, nou ja, eventueel wat variabelen zoals de consultant en het tarief hoeft te Ja, en plaatsen. daar zit natuurlijk altijd wel de uitdaging in. Je moet het proces wel goed helder hebben. Anders Uiteraard. blijf je de tool continu aanpassen aan inzichten. Dus je moet een Ja. beeld hebben van welke diensten heb je, hoe wil je die aanbieden. Dus je moet best wel wat voorwerk doen. Wil je hem echt helemaal automatiseren, moet je wat meer voorwerk hebben. Terwijl bij de eerste stap al snel gemaakt is het. Nee, dus dat is binnen een organisatie natuurlijk gewoon ja, kijken hoe ver ben je en wat kunnen we doen. Nou, daarin kan JSR uiteraard ondersteunen. We kunnen ook de hele omgeving inrichten, we kunnen alle documenten aanmaken. Maar het is natuurlijk veel prettiger voor een organisatie dat als wij de inrichting hebben gedaan en wellicht een paar templates hebben gemaakt, dat we ook iemand binnen een organisatie laten zien. Hoe je binnen het beheerscentrum, het admincenter, eigenlijk alle mogelijkheden kunt gaan beheren. En dat een organisatie dat daarna zelf overneemt en uiteraard zelf gaat onderhouden en uitbouwen. Oké, helder. Dus dat is ja, een klein stukje Word-gebruik binnen Eformity en het maken van schablonen. Oké, nou voor mij helder. Ik ga weer eventjes terug naar onze. Oh, ik heb alle. Ik had alle documenten nog openstaan. Terug naar de PowerPoint-presentatie. Ja, hoe verder? Ik heb nu dus een heel klein stukje laten zien van Word. En zoals ik in het begin al aangaf, we gaan ook nog andere webinars organiseren. Eentje gericht op Outlook. De e-mailhandtekening, wat je daar allemaal mee kan doen. Maar met name ook door bijvoorbeeld het gebruik van banners op data activeren in je e-mailhandtekening. Een enorm krachtig marketinginstrument. En er komt ook nog een webinar over PowerPoint, huisstijl, productiviteit en eigenlijk alles wat je daarmee kunt doen. Via onze website gaan we dat uiteraard communiceren en laten weten wanneer wat is. Je kan je ook inschrijven voor onze mailing, blijf je automatisch op de hoogte. En buiten de webinars die wij organiseren op het gebied van huisstijl, zijn er natuurlijk veel meer webinars die wij geven. Zoals Ruud al aangaf, volgende week komt er eentje voor Project. Dus wil je volledig op de hoogte blijven, kijk dan eventjes naar onze site en zorg dat je in het mailbestand terechtkomt. Ja, weet je, het is ontzettend leuk om nu iets te doen over Word en die huisstijl. Die andere dingen komen er ook aan. De afgelopen webinars die we gedaan hebben, die gingen over innovatie. Hoe je innovatie kan ondersteunen. Er is al één over portfolio management. En een van de volgende die op ons lijstje staat is het werk in teams. Wat ook een vlucht heeft genomen van hoe kun je nou in teams
een organisatie ondersteunen in het werken. Ik zie dat wij qua tijd wel over onze deadline zijn van 10:45. Ja. Ik stel voor dat de vragen die er zijn, dat we die meenemen, dat de vragen netjes beantwoord worden. We hebben ze binnengekregen. Daar kijken we straks even naar en daar krijgen jullie in ieder geval vandaag nog even een antwoord op. En mocht er wat meer informatie nodig zijn, ga even naar de website, stuur ons een mailtje. En ik zou zeggen voor nu, dankjewel voor het kijken en luisteren. En tot de volgende keer. Ja, sluit ik maar weer aan. Nou, dank voor het kijken en tot de volgende keer.